Rusland dient klacht in tegen de NASA omdat een Amerikaanse astronaut het ISS zou hebben gesaboteerd. De astronaut Serena zou een gaatje hebben gemaakt in het ruimtestation na een afgesprongen affaire aan boord. Waar of niet, het verhaal van overspel en sabotage in de ruimte is alvast een goede bron van inspiratie voor soapschrijvers. Godverdomme! Wie heeft er een gat geboord in de capsule? Dimitri en Serena hebben volgens mij een ruimteaffaire. Wie had het niet voor onze Frankie? Ik bedoel, hoe gaat het? ISS, waar iedereen je kent en je altijd kan zijn wie je bent. Je bent net dus beter dan jezelf. Binnen. Goeiedag, het is voor ruimtegat, kom ruimte repareren. Ah, dat is daar. Ja. Moet ik eentje drinken, jong? Een koffietje met melk, alstublieft. Ah, oké. Okay. Ja, lap, hè. Koffiemachine kapot. Ja, melk weg. Zeg, hoe is dat hier kunnen gebeuren in de ruimte, man? Precies bij een boormachine dan vangt. Ja, geen idee. Ik weet alleen maar dat er een serieuze ruimteruzie was tussen Serena en Dimitri. Ja, Serena en Dimitri, die... Ja, een ruimteaffaire. Ik wil het niet meer, Serena. Jij verstikt mij. Ik heb meer ruimte nodig. Dimitri, nee! En daarbij, ik denk dat Ruimte Frank iets vermoedt. Ruimte Frank kan aan de maan lopen! Inderdaad, dat is hier vlakbij. Als je mij verlaat, dan... Dan wat, Serenake? Dan wat? We kunnen hier niet weg. We zitten vast. Ik heb nooit van jou gehouden. Het was geen ruimteliefde. Ik wou gewoon een gaatje boren in jouw hemelslichaam. Ruimte seks. Je ruimteklaas. Hey, dat kamerad. Oh. Je zit verzekerd met de kop in de wolken beneden. Ja, ik was een beetje aan het dak dromen. In de ruimte. Ja, precies. Zonnestelselslagsje gehad. Goed keer ondertussen ruimtekit in uw ruimtegat gesmeerd, dat is in orde. Ach, ik weet wie dat gedaan heeft, belletje doen. Hè. Daarvoor zullen we moeten wachten op de seizoensfinale. In de ruimte. Ja, waar is mijn koffie? Ja, sorry man, het ruimtekoffiemachine is kapot. Wacht, ik zal een keer naar Houston bellen. Houston, we have a problem. De ruimtekoffiemachine is ruimte kapot. Het heeft toch allemaal geen zin. Oh, man, ik vraag het maar, hè. Hoe hard ik ook mijn best doe. Het heeft allemaal geen zin. Ja, kom, het is goed, jong. Hallo, wat? Ruimtebob is precies een beetje slecht ruimtezinkt, hè. Hij heeft hem nog altijd last van zijn dinges. Zijn ruimtekanker? Ja, dat hè. Hij heeft hem er niet van af. De ruimtedokter heeft gezegd dat hij genezen is. Maar hij heeft ook gezegd dat hij misschien nooit meer zal kunnen... geloofwaardig acteren. Ik ben net dus beter dan ik je zei.